Ik ben Orno van Schijk, 54 jaar oud. Ik ben in Maastricht hoogleraar preventieve geneeskunde. Naast hoogleraar ben ik directeur van een onderzoeksinstituut. In onze vrije tijd zijn we kerkelijk betrokken en dat doen we met veel plezier. Ik ben gewoon van nature heel nieuwsgierig. Naar hoe dingen in elkaar zitten. Ik was gewoon heel gefascineerd over natuur. Ik uh, was gefascineerd over alles wat te maken heeft met uh, hoe mensen in elkaar zitten. Uh, misschien niet zozeer psychologisch, dat is op wat latere leeftijd gekomen. Maar wel hoe dingen zitten, hoe dingen in elkaar zitten. En daar wilde ik graag verder in komen. Dus ik denk dat dat de reden is, nieuwsgierig, uh, uh, niet tevreden met simpele antwoorden. Gewoon. Onderzoeken, hoe zitten dingen in elkaar? Mijn ouders, mijn broer en mijn zus, die, waren, die hebben dat nooit zo gehad. Die hebben nooit zo'n enorme drijfveer voor natuur gehad. Um, maar ze stonden daar wel positief tegenover. Ik kan me nog herinneren, zaten we zaten op een zeilboot en dan um, gooide uh, een van de andere gezinsleden die gooide iets over boord. En daar kon ik dan ontzettend boos over worden, want ik vond dat dat gewoon niet kon. Ik vond niet dat je op die manier met de natuur kon omgaan. Dat je natuur gewoon zo eh, kon vervuilen, daar kon ik echt vreselijk boos over worden. Of dan zag je iemand in een auto zitten en die gooide uit het raam, gooide in zo'n petfles, eh, zeg maar. Eh, nou ja, daar kon ik dan daar had ik het idee van nummerbord opschrijven en aangeven, want eh, dat kan gewoon niet. Je kunt gewoon niet zo met je omgeving omgaan. Ik denk dat ik van nature dat ik erg realistisch ben, ja. Realisme is wat later gekomen. Mijn ouders die vonden het heel belangrijk dat je een, uh, gewoon wel een, een mening had en dat je, daar, dat je dat goed moest kunnen beargumenteren. Ook als het over geloof ging, <coughs> dan waren mijn ouders heel positief over mijn kritische vragen. Ik was ontzettend kritisch over geloof. Niet dat ik het afbrandde, maar ik vond het eigenlijk allemaal zo onwaarschijnlijk. De theorie is wel boeiend, maar ik kan het niet makkelijk geloven. Uh, ik vond het moeilijk om het, te, om het te accepteren en ik kon er in de praktijk niet zoveel mee. Toen in die periode uh, heb ik gedacht van nou, ik wil maar eens eventjes helemaal niet meer aannemen dat datgene wat ik van thuis heb meegekregen, dat het klopt. En toen heb ik gewoon gezegd, nou ik ga gewoon een niet geloven en ik zie wel. Ik ben niet in de goot terechtgeraakt, het is niet slecht met me gegaan. Ik heb veel gerookt. Met seksualiteit ben ik vrij omgegaan. Ik heb allerlei dingen gedaan die, ja, waarvan ik nu denk, nou, dat zou ik liever niet mijn kinderen willen zien doen. Um, maar ik heb het wel heel um, goed gevonden om zelf die keuzes te maken. En dat was dus ook met, met geloof zo, dat, dat ik um, dat, dat plezierig vond om, om vrij te kunnen denken. En het bijzondere was dat ik toen ik in die situatie kwam, dat ik een aantal mensen leerde kennen, medestudenten, die eh, heel bewust met geloof bezig waren. Die zaten bij eh, een studentenvereniging, navigators. Maar wat ik het meest boeiend vond, was dat geloof een realiteit was. En dat een eh, God die eigenlijk toch een beetje theoretisch ver weg iemand was, heel dichtbij kwam en echt een vriend was. En dat vond ik fascinerend. Ik heb toen heel wel overwogen uiteindelijk een besluit genomen van nou, dan wil ik ook echt geloven. Dan wil ik ook echt accepteren dat datgene wat in de Bijbel staat, dat dat klopt. Um, tenzij dat ik op een gegeven moment overtuigd word dat het niet klopt. En dan, uh, dan, dan wil ik er ook op terug kunnen komen.